open dag van NEC stond dit jaar in het teken van het afscheid van een clubicoon. Jeffrey Labakabessi speelde, samen met vele oud-teamgenoten en zoontje Santino, een gedenkwaardige afscheidswedstrijd tegen Good Old NEC. De supporters konden zo nog één keer genieten van hun Leiwa in de Goffert. Jeffrey, je eerste reactie naar dit prachtige afscheid? Ja, daar heb je bijna geen woorden voor. Dat moet je voelen om hoe je dit kan meemaken. En één woord is fantastisch. Als je opstaat vandaag, wat is dan het eerste dat door je hoofd schiet? Nou, eigenlijk niet zoveel. Ik ben heel nuchter daarin. En ik leef gewoon, ook al is dit een soort van oefenwedstrijd, afscheidswedstrijd, ik bereid me niet anders voor. En, de zenuwen waren meer bij mijn vrouw dan bij mezelf. Die zat in de organisatie, dus die wilde heel graag alles strak in de planning hebben. En die was meer zenuwachtig dan ik het was. Dus het was gewoon een normale dag eigenlijk. En natuurlijk, als je het veld op gaat lopen met je zoon, dan ga je er wel voor nadenken van dit is wel de laatste keer dat je hier in de Goffert een wedstrijd gaat spelen. En dan begin je te spelen en dan maak je ook nog een goal, geef je nog een assist. Waarom stop je eigenlijk? Ja, dat weet ik ook eigenlijk niet. Ja, weet je, zulke wedstrijden zijn leuk om te doen. Ik voel me inderdaad nog lekker fris, alleen er komen ook wat andere dingen bij kijken. En op een gegeven moment hak je de knoop door en dan moet je daar ook bij blijven. En zo is het nou eenmaal. Ik heb die beslissing al genomen en daar sta ik nog 100% achter. Ik ben nu een maand bezig met wat ik wil gaan worden. En daar stop ik ook heel veel energie in hoe ik ook als voetballer ben geweest. En prachtig was om te zien hoe je aan het einde het stokje letterlijk doorgaf aan je zoon. Ja, dat is het mooiste moment natuurlijk. Kijk, daar kijk je wel natuurlijk uit. Omdat mijn zoontje leeft er ook natuurlijk naartoe. Die weet ook dat hij de laatste paar minuutjes mag voetballen. En als ik dan hem zeg maar erin mag duwen, dan is dat inderdaad wel een heel speciaal moment. En daar geniet je dan ook van.